U kijkt naar het pelotonnetje der favorieten, een uitgedund pelotonnetje, en die rapen de vroege vluchters op dit moment. Dat peloton wordt aangevoerd door Pieter Wening van Rabobank in dienst van Robert Geesink. We hebben op dit moment één koploper op de slotklim van La Toussuire en dat is de Deen Chris Ankerseurissen van CSC. Ze vallen bij Bosjes in de groep der favorieten. We zagen daarnet Hinkepie nog in de problemen. We zien nu Peter Velits van Milram de rol lossen in de groep der favorieten. Het is een moordend tempo. U hebt ons daarnet verlaten toen de achterstand van het peloton op de top van de Col de la Croix de Fer 3 minuten bedroeg. Wel in de afdaling heeft het peloton daaronder impuls van de mannen van Valverde en dan op het einde een verbazende Wening heel veel tijd afgepietst. We zijn aan de eerste kilometers van de slotklim naar La Toussuire en het verschil schommelt rond de minuut. Veel meer is het niet meer, de voorsprong van koploper Chris Ankerseurissen. Geesink zit daar in een zetel in het wiel van de Fries. Het ziet er goed uit voor Robert Geesink, maar Valverde is de man om wie het natuurlijk draait in deze Dauphiné. Nog altijd de koploper met 37 seconden voorsprong op Cadel Evans. Valverde heeft wel zijn volledige ploeg als het ware opgesoupeerd. Nog één mannetje zit daar bij hem in de buurt, Erwin Thijs. Inderdaad, Rigoberto Urán, het 21-jarige supertalent uit Colombia. En die zullen maar wat blij zijn, die jongens van Keizersepargne, dat ze vandaag hulp krijgen van Rabobank. Pieter Wening die met een beperkte voorbereiding, een halve ronde van Catalonië, een halve ronde van België en Luxemburg zich eigenlijk voorbereid heeft op de Dauphiné en zo doorstoomt naar de Tour. En dat allemaal ten dienste van de man achter hem daar. Hier wordt er nog iemand opgeraapt. Dat is Moncoutier die opgeslokt wordt door het peloton. Moncoutier nog altijd niet op het niveau van vroeger. Dat heeft alles te maken met die blessure waarvan hij terugkeert. En dit is Chris Ankerseurissen, de eenzame leider. Een jonge Deen, nog altijd maar 23 jaar. Hij heeft een voorsprong van 40 seconden op de eerste drie achtervolgers. Dat zijn Astarloza, David Lopez en Remy Di Gregorio. Dus twee Spanjaarden en een Fransman in de achtervolging. Di Gregorio, de bergkoning van de Dauphiné vorig jaar. Zij hangen dus op 40 seconden en het peloton zit daar vrij kort achter. Dat moet een minuut of zo wat zijn. Dat zullen we zo meteen te weten komen, dat verschil. U ziet het verschil vanuit de lucht. De helikopter zwenkt even naar de eerste achtervolgers. Daar moeten dan de drie eerste achtervolgers komen. Seurissen is weggereden op een moment dat het wat leek te slabakken in de kopgroep, maar toch verbazend het tempo waarmee het peloton de afdaling heeft afgehaspeld. Ja, dat was gewoon wegschitterend. Ze hadden boven nog een voorsprong van 3 minuten en onder aanvoering van één man van Keizersepargne werd daar een heel stuk van afgedaan tot 1 minuut 40. En dat in een afzing van een brede afdaling eigenlijk. Hier zitten we achterin het peloton met Moncoutier die onmiddellijk de rol heeft moeten lossen in de groep der favorieten. Het gaat daar simpelweg te snel voor veel jongens. David Moncoutier al blij überhaupt dat hij weer tussen de mensen zit natuurlijk. Het heeft alles te maken met die moeizame terugkeer van hem toen hij in de ronde van Romandie vorig jaar zijn linker dijbeen brak. En is nu langzaam maar zeker weer aan de weg terug aan het timmeren. We zien Robert Geesink even contact nemen met de volgauto terwijl ze ondertussen achteraan als vliegen vallen. We zien hier nu in de problemen mannetje van Cofidis. Dat is Amal Moinard. En ook voor die renner van Crédit Agricole. Pierre Rolland gaat het te snel. Pierre Rolland die op dit moment virtueel in het bezit is van de bergtrui. Heeft hij vooral te danken aan zijn passage daarnet als eerste boven op de Col de la Croix de Fer. De groep van Verde volgt toch nog op 1,5 minuut, zo wordt nu gemeld. Dus ze zijn even gaan temporiseren in het begin van die beklimming. Het is wachten tot de grote nu gaan overnemen van de luxe helpers. Het verschil was op een bepaald moment teruggebracht tot 1 minuut, zowat. En nu is het weer 1,5 minuut. Dat heeft alles te maken natuurlijk ook met de inspanning van de man vooraan. Chris Ankerseurissen die een gooi doet naar de ritzege en die hier graag in de voetsporen zou treden van zijn landgenoot Michael Rasmussen die hier 2 jaar geleden de etappe won in de Ronde van Frankrijk. Ook in de Dauphiné stond La Toussuire 2 jaar geleden op het programma. Toen won Iban Mayo. Dus we zullen zien wat dat geeft. Popovic, ja, is daar aan het lachen. Geeft een betere indruk dan de voorbije dagen. Jaroslav Popovic doet wat hij moet doen bij Silans Lotto. Werken voor deze man. Cadel Evans. Evans in het klassement. Sinds gisteren de tweede. Leipheimer gezakt van 2 naar 3. Gisteren toch wat kostbare tijd verloren. Beetje onverwacht. Ja, onverwacht. Dat kunnen we zeker zeggen.
Levi Luipammer reed ook een heel erg slechte afdaling gisteren. Verloor daar bijna 1 minuut eigenlijk in die technische afdaling. Zelfs ten opzichte van degene die de rit won, die Trofimov. Maar die kwam dan ook uit het mountainbiken. En die viel als een steen naar beneden, laat ons zeggen. Ja, die heeft onlangs nog 2 wereldbekermanches mountainbiken afgehaspeld. Ook nog gestart op het Europees kampioenschap. En hij gaat ook starten op de Olympische mountainbike rit in Peking. Het is straf wat die Trofimov hier laat zien. Hij gaat niet starten in de Ronde van Frankrijk, maar is er dus wel bij op de komende Olympische Spelen. Hier de koploper Chris Anker-Seurissen in een van die bochten op de beklimming van La Toussuire. We hebben die klim met de wagen verkend natuurlijk. Erwin Thijs, jij was je fiets thuis vergeten. Jouw indrukken van achteren? Ja, die was bijna 20 kilometer lang. Loopt eigenlijk de eerste 8 kilometer redelijk geleidelijk, 7%. Dan nog 2 kilometer iets minder steil. Dan komen we op een moment aan een kruising waar we zowel rechts als links naar La Toussuire kunnen. Maar we nemen dan links, dan gaat het lichtjes naar beneden voor 2 kilometer of vlak. En dan is het eigenlijk geleidelijk aan het klimmen tot de laatste kilometer hier, dus een 5 kilometer, 6%. En dan de laatste 300 meter is vlak, maar daarvoor zit nog een venijnig stuk. U ziet dat Vladimir Jefimkin, de tweelingbroer van quickstepper Alexander, op dit moment wordt ingerekend. Ook Jefimkin zat in die vroege ontsnapping met een man of 20 die eigenlijk nooit de grote ruimte heeft gekregen van het peloton. Het peloton dat vandaag op de rit zijn gemikt. Ook Rogers zit daar goed voor in van Team Highroad. Maar Valverde, ja, die lijkt hier te wandelen, heeft Maxime Monfort al gezegd. Valverde de voorbije dagen bergop nog aan het keuvelen. Het landschap aan het beschrijven ook. De Belg Monfort bevindt zich ook nog in dat groepje. Zubeldia, Garate. Toch allemaal jongens eigenlijk waarvan het vormpeil nog stijgt. Garate hebben we nog niet veel gezien in deze ronde. Popovic die ook aan de oppervlakte komt. Pieter Wening. Hier zitten we weer achteraan. En dan kijken we op de rug van Hubert Dupont. Fransman van Age d'Uzer. Age d'Uzer dat met Dessel nog een man in de top 10 heeft staan. Hij staat de zesde op 3 minuten en 3 seconden. Heeft dat vooral te danken aan die ritzege een paar dagen geleden. Prachtige overwinning was dat van Cyril Dessel. En kijk hoe uitgedund dat groepje ondertussen is. Monfort daar netjes in het midden. Dat de etappe vandaag lang is, dat pleit in zijn voordeel, heeft hij al gezegd. En hier weer de koploper, Chris Anker-Seurissen. Dat is een man van 23 jaar dus, geboren in Hammel. Nog niks gewonnen dit seizoen. De enige zege uit zijn carrière. Die moeten we zoeken met een vergrootglas. Dat was een rit in de Triptyque des Barrages. Toen hij nog belofte was, feitelijk. En hier Popovic. Jaroslav Popovic. Net op tijd steekt hij eigenlijk zijn neus aan het venster in het vooruitzicht van de Ronde van Frankrijk. In de Dauphiné hoeft het eigenlijk nog niet. Maar goed, het is toch altijd mooi als je op dit moment al kan laten zien dat het erin zit. Het is tenslotte een superbelangrijke rol die Popovic wacht de komende maand op de Franse wegen tijdens de Ronde van Frankrijk. Cadel Evans aan die toerzege helpen. Evans die hier hoopt op een goede uitslag, die en passant graag de Dauphiné wil winnen. Maar dan moet hij vandaag 40 seconden zowat terug winnen op Valverde. Zit dat erin eigenlijk? Maar volgens mij is Valverde toch iemand die deze klim hier heel gemakkelijk moet aankunnen. Pareerde gisteren ook gemakkelijk alle uitvallen. En ik denk niet dat hij gaat verslechteren in deze Dauphiné. Daar Dessel. Valverde was de eerste die gisteren de knuppel in het hoenderhok gooide. Maar hij werd ook onmiddellijk van antwoord gediend. En Evans ging dan op een bepaald moment eigenlijk zelf behoorlijk op kop sleuren. Heeft de hele afdaling voor zijn rekening genomen. Heeft zich achteraf ook een beetje druk gemaakt in het feit dat er niemand hem steunde in die afdaling. Waardoor de ritzege Fuzzi was en naar de Russen Trofimov ging. Met andere woorden, gisteren hadden ze al voor de ritzege kunnen rijden. Misschien heeft het feit dat er geen bonificaties aan de streep te verdienen wel een rol gespeeld. Ja, dat kan men inderdaad zo stellen, want zij hoefden alleen naar elkaar te kijken eigenlijk. En er was aan de meet of aan de finish was er geen bonificatie te verdienen, dus daarom hoefden we het niet te doen. Terwijl Weningse werk er hier nu op zit.
Wening, die ook in de voorbije ronde van België actief was, waarin hij 18e werd in het eindklassement. Op deze manier zit zijn koninginnenrit erop. En Michael Rogers. Jawel. En Popovic reageert op die uitval. En nu? Ja goed, deze twee mannen spelen in het klassement geen rol van betekenis. Nee, daar komt Zubeldia. Over Euskaltel gesproken, dat hebben we u nog niet verteld. Ook niet in de korte flits daarnet tussen de ronde van Zwitserland door. In de beklimming van de Col de la Croix de Fer is Astarloza in de tegenaanval gegaan. Op een bepaald moment heeft een ploegmaker van Astarloza, Oros, zich laten uitzakken om die Astarloza dan mee voorin te helpen. Dat is ook gebeurd, maar Astarloza heeft Chris Ankerseurs niet kunnen volgen. En de aanval, de versnelling van Rogers, wordt geneutraliseerd. Ze zitten weer samen en Leipheimer schuift op, gaat reageren op een uitval van Beltran. Beltran versnelt, kijkt achterom. Manuel Beltran. Ook hij, niet direct een bedreiging voor de gele trui van Valverde, staat 19e op bijna 6 minuten. En die versnelling, dat wordt te veel voor Vöckler. De volgende is dat Zubeldia die daar versnelt op links. Beltran zit onmiddellijk in het wiel. En kijk, ze zitten daar nog met een man of 15. Meer is het niet. Uitgedund favoriete groepje. Arrière du peloton met Titi in de problemen. Thomas Vöckler, ex-gele truidrager uit de Ronde van Frankrijk. Ook Dupont moet eraf. De landgenoot voor hem. Maar ze kunnen misschien nog terugkeren wanneer het nu stilvalt in dat favoriete groepje. En dat lijkt ook zo even. Kijk naar het verschil. We gaan eens kijken wie daar nog tussen hangt. Daar nog altijd een trio. Een trio Lopez, Astarloza, Di Gregorio. Dus dat zijn de laatste overlevenden van de kopgroep van 12. Daarnet samen met Chris Ankerseurissen. En Popovic doet wat hij moet doen. Zet zich nu op kop van dat favoriete groepje. En gaat jagen. Gesink nu alleen, Schmidt, de man van Lamprey, Karate, Montfort, Leipheimer, Dessel, Cazard ook van La Française de Jeu en Vöckler en Dupont spartelen. In Nederland wordt vandaag ook gekoerst. De proloog van de Delta Tour Zeeland was gisteren. Die werd gewonnen door Jens Maurits, die proloog voor Angoulevent en Boucher. Dus Maurits vandaag daar als leider vertrokken. Maar de eerste etappe tussen Middelburg en Goes is daar geëindigd op een massaspurt. Er was nog een valpartij in de laatste kilometer. De winnaar daar is Robert Wagner van Skil Shimano. Maar het slechte nieuws is dat in die valpartij in de slotkilometer onder meer Bobby Traxel betrokken was. En ook Kenny De Haas. Dat is het spijtige nieuws uit de Delta Tour in Zeeland. Kenny De Haas die heel druk gesolliciteerd wordt. Voor wie er belangstelling is van x aantal Franse ploegen. Hij staat in de belangstelling bij Cofidis. AG2R La Mondiale is in Kenny De Haas geïnteresseerd. Ook La Française des Jeux jaagt op hem. Dat zou de voornaamste kandidaat zijn. Hij zou de beslissing nog voor het Belgisch kampioenschap nemen. Kenny De Haas, of voor de Tour tenminste. Maar dat hij naar Frankrijk trekt, dat lijkt al redelijk zeker te zijn. Kenny De Haas, de man van Topsport. Vlaanderen uiteraard niet in deze Dauphiné Libéré. Maar nu dus gevallen in de Delta Tour van Zeeland. Hopelijk valt het mee daar, de schade. En in die groep hier zien we ook nog Carrara van Quickstep, hadden we nog niet genoemd. En Frederigo zat er ook nog bij. Bij het binnenrijden van Foncouverte. Foncouverte, dat is eigenlijk de gemeente waartoe La Toussuire behoort. Ligt in het departement van de Savoie, in het arrondissement Saint-Jean-de-Maurienne. Aankomstplaatsen La Toussuire maakt eigenlijk deel uit van de fusiegemeente Foncouverte-La Toussuire. Hier wonen een goede 500 mensen. We bevinden ons in het skigebied van de Cibel. Dat zijn 10 dorpjes hier van het massief Arvon-Villard, waar je een totaal aantal skipistes vindt van 350 kilometer. Seurensen
met een al maar kleiner wordende voorsprong. En die kan dadelijk kan profiteren toch van een iets gemakkelijker stuk, wat zelfs even in dalende lijn gaat. Maar ons toch aangenaam verrast als je dan ziet wie erachter rijdt eigenlijk. Asterloa, toch niet de eerste de beste die in conditie zit. En die mannen komen toch helemaal niet dichter. Terwijl dat trio hier eigenlijk wel van zijn voorsprong inboet ten opzichte van de groep der favorieten. De drie binnen het blikveld van de favorietengroep nu. Mooi mikpunt voor Valverde en Co. En hier nu een gelijkmatig tempo. Dat is goed voor Monfort. Monfort die graag een lange beklimming afhaspelt, die minder goed tegen die plotse tempoversnellingen aan kan. Dat bleek ook een paar dagen geleden. En het peloton verliest terrein tegenover Chris Anker Seurissen. Ze hangen nu op 1.55. Dus Seurissen, ik zei daarnet, voorsprong aan het slinken. Vergeet het, hij is aan het uitlopen. Ze zullen hier uit hun schuld mogen komen, willen ze de etappe winnen. Want we zijn op minder dan 10 kilometer van de streep. En hij krijgt, zoals Erwin zo net zei, een iets makkelijker gedeelte nu voor de wielen. Waarbij je op bepaalde momenten meer bergaf gaat dan bergop. Maar dan in de slotfase wordt het toch weer wat lastiger. De vraag zal zijn, hoeveel zit er nog in het reservoir bij Chris Anker Seurissen? Popovic. En of er ook nog favorieten geïnteresseerd zijn eigenlijk in een etappezege, want de voorbije twee dagen was het ook telkens toch wel een minder bekende renner of een outsider die met de zege ging lopen op dezelfde manier gelijk het nu naar uitziet eigenlijk. Maar deze jongen moet wel nog een heel stuk voordat hij binnen is. Ja, als ze echt oorlog beginnen maken in die groep der favorieten, dan kan het zo voorbij zijn. De etappe gisteren werd dus gewonnen door die Rus Trofimov. Die overigens, we zaten er gisteren op te wachten op een interview met Trofimov, maar dat kwam er niet om de eenvoudige reden dat hij alleen maar Russisch spreekt. Toch ook één woordje Frans, geloof ik. Merci. Maar met een soort Russische R, ik kan het niet echt kopiëren. En op de persconferentie gisteren, die vrij vreemd verliep, werd de tolk gebruikt via de telefoon. Rigoberto Urán. De laatste ploegmaat van Alejandro Valverde. En Verkleijer heeft het nu ook begrepen. Ja, dan zit Valverde daar nu bijna alleen. Of zat Lopez er nog bij? Lopez die rijdt nog net voor die groep uit. Ja, die kan hem nog wat helpen. Renners. Dat klopt, ja. Kijk, hier komen ze op dat makkelijker gedeelte. En hier is het belang van een ploegmaat bij te hebben natuurlijk nog groter. Want hier kan je als ploegmaat ook echt iets betekenen. Maar kijk, ondertussen blijft Chris Anker Seurissen maar uitlopen. Het pelotonnetje hier met Valverde en Evans wordt nu op 2 minuten en 1 seconde gemeld. Dus het ziet er al maar beter uit voor Chris Anker Seurissen, die al een inzinking moet krijgen, moeten we concluderen. En nu zijn ze net de splitsing voorbij. Ze gaan hier links en dan komt echt wel een iets of wat gemakkelijker stuk. Geen al te best wegdek. Maar toch waar wat grotere snelheden kunnen maken. Mocht u van de week gewerkt hebben, en dat is vaak zo voor de meerderheid van onze kijkers in het weekend, dan krijgt u misschien graag in een vogelvlucht wat er allemaal gebeurd is komende week, afgelopen week. De proloog in Avignon werd gewonnen door Leipheimer. Daags nadien de eerste etappe in Privas. Daar wonnen Valverde voor Husshofft en Schreuder. Dan de tweede etappe afgelopen dinsdag 10 juni, die was voor Hinkepie. En hier staan de drie stil. En op deze manier worden ze ingerekend. Lopez, die onmiddellijk gaat kijken waar Valverde zit. Kan hij nog iets betekenen voor zijn kopman? Popovic heeft van dat inlopen gebruik gemaakt om daar nog wat te versnellen. En op deze manier kan Lopez nog maar weinig betekenen voor Valverde. Kijk, die jongens zitten direct in de staart van dat peloton. Popovic die hier toch een stevig tempo onderhoudt. Ja. Dit is eigenlijk een stukje vlak. Het enige stukje vlak dat ze krijgen in deze beklimming. Alvorens de laatste kilometers aan te vatten. De laatste 6,5 kilometers richting finish. Die wel heel moeilijk zijn. Ja,
Op die kilometers moet het gaan gebeuren. En als de favorieten gaan, dan wordt het lastig voor Chris Anker Seurissen. Dan mag hij nog met de 2 minuten bonus beginnen aan dat stukje. Ja, waar hij net aan begonnen is nu. Dus hij is erin geslaagd om in het... om in het eerste deel van de beklimming, de pakweg eerste 14 kilometer, een minuut uit te lopen op het peloton, zowat. Schokschouderend gaat hij omhoog. De vraag is hoe diep is hij moeten gaan om daar al te zitten waar hij nu zit. Op zijn stijl afgaande zou ik zeggen heel diep, maar dat bedriegt natuurlijk. Hè. Wanneer dat zijn eigen stijl is, dan zegt dat weinig. Maar Popovic maakt hier indruk in de achtervolging. Op 6 kilometer van de aankomst is de achterstand van dit groepje dus nog altijd 2 minuten. Het betekent dat Chris Anker Seurissen ook indruk maakt. Hè, want hij verliest gewoonweg niks. Zelfs na dit vlakker gedeelte met wat stroken bergaf blijft hij met 2 minuten bonus vooruitrijden. Ja, het wordt natuurlijk nog moeilijk, maar kan nu toch al rekenen op een verval van 20 seconden de kilometer om net buiten het bereik van deze groep te blijven. Hier moeten de favorieten snel aan het werk gaan als ze nog een etappezege willen vandaag. Het nieuws uit de Delta Tour in Zeeland komt van Kenny De Haas die daar gevallen is. Gunther Herregots heeft gebeld met ploegleider Jean-Pierre Hendricks. Hendricks van Topsport Vlaanderen. Kenny De Haas is geraakt aan de pols en de enkel en hij moet naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Bordjesman toonde het verschil aan Chris Anker Seurissen. Op het bord stond 1.56. En Popovic versnelt nu uit de groep de favorieten. Nu ja, versnellen. Hij brengt het tempo de hoogte in. Denk dan, ze gaan mij volgen, maar ze volgen niet. Of was het een laatste stuiptrekking in dienst van Evans? Jawel, dat was het. De rol van Jaroslav Popovic is uitgespeeld. En hier komt Gijsink. Gijsink, nu alleen de condor van Varsseveld wordt hij genoemd in Nederland naar verluid. In godsnaam, wat een bijnaam. Ja, dan moet ik een betere te vinden zijn. Denk ik ook. De valk uit Varsseveld lijkt me wel wat. Trofimov, de ritwinnaar van gisteren, die net de groep moet laten rijden hier. En ook die Gregorio die het moeilijk krijgt. Maar Gijsink doet het goed. En nog 5 kilometer voor Chris Anker Seurissen. Is dat nu een verlossing? Dat bordje van de 5 kilometer? Of denkt hij, och, nog 5 kilometer? In elk geval, Gijsink heeft de sprint naar de top ingezet. En kijken nu naar de schade. En die is behoorlijk. Want kijk, de groep der favorieten is gebroken. Popovic zit er al niet meer bij. Monfort zit hier in de problemen. En aanval Evans. Jawel, Cadel Evans valt aan. En wat doet Valverde? Valverde blijft zitten. Valverde reageert niet op een aanval van Cadel Evans. Dat zou wat zijn. Ja, nu komen ze uit hun schulp. De favorieten. Of niet. Cadel Evans valt aan. En hier geen reactie bij Alejandro Valverde. Het verschil in de stand tussen beide 37 seconden Valverde. Van wie je velen al dachten, hij gaat hier met sprekend gemak de Dauphiné winnen. Maar kijk, Cadel Evans, de man die in het verleden wel eens verweten werd dat hij te passief koeste, gaat hier gewoon simpelweg in de aanval op de flanken van Latouswire en Danseuse naar boven, de Australier. Of het nu lukt of niet, dat doet er niet toe. Het is mooi wat hij doet. Hij probeert de Dauphiné te winnen. De Dauphiné waarin hij vorig jaar tweede werd. Maakt allemaal deel uit van het grote tourproject, maar hij heeft ook al gezegd, als ik de Dauphiné en passant kan winnen, waarom niet? En wie reageert? Het is niet altijd Valverde die kan rekenen op een superknecht nu, die naar de naam luidt van Gijsink. Nou, ze rijden voor verschillende ploegen natuurlijk, maar Gijsink rijdt natuurlijk ook voor zijn eigen klassement. Hè? Beltran gaat het nu te snel. Ja, Gijsink en Smit mikt op het podium, dan moet hij er Leipheimer vooral affietsen. Leipheimer die toch een minuut en 7 seconden voorsprong heeft op dit moment op de Nederlander. Wat Cadel Evans laat zien, getuigt van panache, van lef ook. Toch nog behoorlijk ver tot de top. We hebben hem dat nog niet zo vaak zien doen.
de Australiër. De groep de favorieten is nu nog beperkt tot 8 renners. Ja, voor Beltran gaat het ook te snel. Het is een duel op de fiets tussen Silans Lotto en Rabobank op dit moment. Met Valverde in een bevoorrechte positie. Hij kan zich permitteren om de zaak een beetje af te wachten. Het is ook een duel naast de fiets. Tussen Cox. Hier aan de streep staan de twee vrachtwagens van de verschillende ploegen. Silans Lotto heeft hier Cox al bij Verdijen. En dan wat verder staat dan de vrachtwagen van Rabobank met Piet Huizentruit. Vanavond kennen we de winnaar. Geesink. Die tempo blijft maken hier. Ja, ja. Wat Alejandro Valverde natuurlijk goed uitkomt. Navarro hangt er hier ook nog aan van Astana. Zubeldia. Schmidt, de man van Lamprey. Een van de twee overblijvende Lamprey-renners in deze Dauphiné. Ook Trofimov werd nog in dat groepje gemeld. Maar kijk, ze zijn dan nu nog met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trofimov, die zijn klassement probeert te verdedigen. En Chris Anker-Seurissen nog altijd in dezelfde stijl, maar hij gaat nog altijd goed vooruit. Daarboven ligt de top. En Evans met de jacht. Eigenlijk tegenslag voor Cadel Evans dat er geen bonificaties te verdienen zijn in deze Dauphiné. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Giro. En Geesink, ja, hij moet dat niet doen natuurlijk, maar hij hoopt op een of andere manier ook Leipheimer eraf te krijgen om op die manier in aanmerking te komen voor het podium. Hij zou ook kunnen zeggen, los jij nu op, Alejandro Valverde. Moeilijke situatie. Ja, maar van de andere kant toch ook. Hebben we al 3 dagen kunnen genieten van het werk van Geesink. Hij heeft zich niet onbetuigd gelaten, toonde initiatief. Maar hij zou ook kunnen zeggen, ik laat Valverde hier nu het vuile werk opknappen. En wanneer Valverde dan in staat zou zijn om Evans terug te pakken, dan kan ik voor de rit zijn gaan. Maar goed, ze zitten te ver, hè, op dit moment. Kijk, nog altijd 1.24 de achterstand voor Evans op Chris Anker-Seurissen. 1.42 op 19 Valverde. Seconden op Valverde genomen nu. Dus nog 18 seconden voordat ze gelijk staan in klassement. Evans doet een gooi naar de gele trui. En daar nog met zijn zessen. Trofimov er nog altijd bij. Met ja. Schmidt, met Zubeldia, met Leipheimer, Valverde en Geesink. Ja, ook Evans nu onder die boog daar voorbij gekomen. Ik heb toch stilaan de indruk dat Evans zachtjes aan wegrijdt. Nog eens dansend op de pedalen, de ex-mountainbiker. En dat de favorieten er vandaag echt zin in hebben, is wel in het nadeel van deze jonge Deen Seurissen, die het op deze manier heel moeilijk gaat krijgen. Want dat is als een pletwals wat eraan komt nu. 20 seconden de voorsprong van Evans op het groepje met Valverde. En hij zoekt zijn tempo. Het is een moeilijke beklimming. En Geesink is hier van de kop af nu. En Valverde moet er nu zelf opknappen. Andere situatie. En daar gaat Leipheimer. Oei, 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 oei. Leipheimer nu. Leipheimer die de voorbije dagen, die gisteren kostbare tijd verspeelde. En nu, daar blijven ze allemaal zitten. Valverde kan niet. Ook Geesink niet bij machten om nu te reageren. En op deze manier staat de Dauphiné helemaal op haar kop. Prachtige etappe die veel meer brengt dan je zou mogen van verwachten. Leipheimer ziet daar Evans rijden. En waarvoor die paar onregelmatige stukken in die klim al niet goed zijn. Het is nu Trofimov die daar het groepje der favorieten aanvoert. Trofimov die in het klassement toch altijd vierde staat natuurlijk op 2.16. En val Leipheimer heeft Evans bijna te pakken. Evans die zichzelf toch een klein beetje tegenkomt. Dat bleek ook uit een paar beelden geleden. Zoekt hij de goede cadans. En in één beeld zien we de tweede van het klassement, de derde en de leider. Ja, de leider die nu weer een ongewilde Rus als bondgenoot heeft. Omdat die ook voor zijn eigen plaats rijdt. Ja, zo gaat het dikwijls in zo'n rittenkoers. Daarom is er niet meteen sprake van een alliantie, een slag.
Ja, Leipheimer heeft het lastig om die laatste meters met Evans te overbruggen. Maar Evans, man die als geen ander in het rood kan gaan, die voor elke meter, elke seconde fietst. Ja, hij kijkt daar onder zijn schouder door. Leipheimer op komst. Valverde wat verderop. Ze hangen allemaal op een zakdoek. Ja. Valverde die een verstandige wedstrijd rijdt natuurlijk. En Leipheimer zit nu goed en wel in het wiel van Evans. Nu ja, goed en wel. Kijk hoeveel moeite het hem kost om die laatste meters te overbruggen. Leipheimer kreeg gisteren een kleine tik. En tot nu toe ziet het naar uit dat Alejandro Valverde een kleine tik gaat krijgen vandaag. Ja, maar ja. Kijk, een hele kleine tik. Want als je mij vraagt, ze zijn aan het terugkeren op dit moment. Valverde heeft zich daar weer zelf op kop gezet. En 7 secondjes, dat is het verschil nog. En Geesink krijgt het hier nu kwaad. Geesink die eraf moet op die versnelling van Valverde. Valverde die er nu alle registers open trekt. Schmidt is de enige die kan volgen. Een zinderende etappe. Met z'n tweeën nu daar in de achtervolging. En Valverde die zichzelf dan een klein beetje tegenkomt. Die dan om steun moet vragen. En Schmidt de Pool springt dan in. Schmidt 12e in het klassement. De Bouygues Telecom-renner waarover we het al de hele tijd hadden, blijkt nu Fedrigo te zijn en niet Trofimov. Radio Tour, de koersradio, corrigeert dat nu. Nu hebben we hem ook nog niet echt close in beeld gezien, dus het is dus Fedrigo die daartussen hangt. Hier zit hij, voilà, 124. Het ziet er naar uit dat de samensmelting er komt op dit lichtlopende stuk, lichtjes bergaf zelfs. Valverde die zijn kans ruikt om de kloof weer dicht te fietsen. Het voornaamste slachtoffer nu van alle esbattementen tussen de tenoren voor het klassement is Geesink, die we daar zien rijden. Ja. Die 5e stond. En Leipheimer gaat nog eens versnellen. Evans springt weer naar het wiel van de Amerikaan. En Leipheimer bijt op de tanden. En Leipheimer rijdt weer weg van het kwartet met Alejandro Valverde. En wat doet Evans nu? Evans die klampt zich vast in het wiel van Leipheimer. Maar krijgt daar kwaad. Schmidt moet hier het tempo regelen. Laat dat toch aan Valverde over, zou ik zeggen. Maar goed, het is een goed recht om voor een 12e plaats te rijden. De laatste der Mohicanen bij Lamprey. Hij heeft nog één ploegmaat in koers, Roberto Longo. En dat komt elke keer toch Valverde wel heel goed uit. Op 2 kilometer van de streep is de achterstand door al deze veldslagen teruggevallen tot 1 minuut en 11 seconden. Dus het zit er nog altijd in voor Chris Ankersen, maar het wordt bijzonder spannend. En hier het moment waarop Evans het kwaad krijgt. Leipheimer gaat er nu een tijdrit van maken, zoekt zijn beugels op en Chris Ankersen ziet de vod van de slotkilometer hangen. Ja. Dat wordt gaat lukken. De derde dag op rij eigenlijk dat een outsider een bergetappe gaat winnen. Telkens op dezelfde manier met een vroege vlucht. En dan miskeken dat er elke keer een hele sterke renner bij zat. Gisteren Trofimov een jonge renner, vandaag Sørensen een jonge renner. Die het dan uitzingen tot aan de streep. Evans zit goed en wel bij Leipheimer. Prachtige etappe. En hier nu Valverde. Valverde die nu zelf moet doen. Hij gaat tijd verliezen. De Dauphiné nog niet voorbij. Kan nu beter een mini-tijdrit rijden om de schade te beperken. 37 seconden heeft hij nu nog op Evans in het algemene klassement. En Levi Leipheimer, dat is al meer dan een minuut. En zo komen ze terug. Zo komen ze weer terug. Valverde speelde accordeon. En kijk, hij gaat nu nog eens op de pedalen springen. Dansen en van dat moment gaat Leipheimer nu weer gebruik maken. 3e versnelling van Leipheimer. Evans die ook weer het volle pond mag geven. Maar Valverde zit er terug bij. Hier weer de 3 tenoren bij 1. Ja. En Leipheimer gaat nu even naar huis bellen. Het is te laat. Chris Ankersen gaat de etappe winnen, jongens. En Valverde die buigt, maar die barst niet. Iets te lang gewacht. Bringbus overboord om de spurt voor te bereiden. Daar gaat Fedrigo er nu vandoor. Pierrick, Fedrigo. En Chris Ankersen moet ondertussen vlak bij de streep zijn. Fedrigo op zoek naar een ereplaats.
voor Bouygues Telecom, voor Frankrijk. Daar de man die het blijkbaar nog niet echt kan geloven. Hij lijkt een beetje ongelovig het hoofd heen en weer te schudden, maar het is de inspanning, het is de stijl van de jonge Deen van 23 jaar, een tweedejaarsprof, tweede seizoen bij CSC, zijn eerste volledige seizoen, pas een profcontract gekregen vorig jaar eigenlijk op 1 mei. Hier komt hij, hier is de triomfator in de koninginrit van de Dauphiné Libéré 2008. 2 jaar na Michael Rasmussen in de Ronde van Frankrijk. Nog eens een Deen, de beste in Latouswieren. Het is Chris Anker en hij vist graag Seurissen. Hij is binnen, die grote vis. Ja. Apart zegengebaar toch? Inderdaad. Maar getuigt toch van een grote inhoud. Als je weet dat ze vandaag meer dan 4000 hoogtemeters overwonnen hebben. Dat wil toch zeggen dat er mogelijkheden zitten in je klimcapaciteiten, als er, zeker als je ziet wie er hier achter u aan fietst. Federico is op weg naar de tweede plaats en daar gaat Leipheimer nu op zijn zoetemelks. Dan een bijzonder hard fietsende zoetemelk. Federico, kan hij nog uit de greep blijven van Leipheimer? Dat moet toch lukken. De laatste 300 meter zijn relatief vlak. Uitkijken ook naar de achterstand van Montfort, of hij in de top 10 kan blijven van het klassement. Federico is geen factor van betekenis in de stand. Pierrick Federico, hij wordt de tweede op een minuut zowat. Pierrick Federico gefinished. Hier komt Leipheimer, die gaat derde worden en pakt een aantal seconden terug. Leipheimer derde op 1.07, dan Schmidt vierde op 1.12, Valverde vijfde, zesde Evans, zevende Zubeldia. En hier dan Geesink. Geesink die zich volledig leeggereden heeft op 1.4 of 25. Dan verliest hij een seconde of 10 tegenover Valverde en co. Dus hij gaat zijn klassement houden. En gaat verder uitlopen op de nummer 6. Blijft keurig in die top 5 staan, Geesink. Daar Rogers. Rogers, Beltran. Dessel. Carrara, Dessel. En nog een renner van Astana. En dat is dan minder goed nieuws voor Maxime Montfort. Die daar in het klassement op 9 seconden stond achter Dessel. Dessel die dus tijd gaat pakken op de Waal. En Carrara ook iemand die van Quickstep die mee mag naar de Tour. Waarvan de vorm in stijgende lijn is. 9e plaats voor Carrara. 10e plaats dan voor de man van Astana. Navarro geloof ik. Hier komt Garate. Met Astarloza. Op bijna 2,5 minuut. En hier Maxime Montfort. Montfort met Rollo in het gezelschap. Eens kijken naar de achterstand van Montfort. Dessel is 11e geworden, Beltran 12e. En Montfort gaat een halve minuut iets meer verspelen tegenover dat groepje. Dus hij moet nog in de top 10 blijven staan. In het nieuwe klassement loopt Valverde 2 secondjes uit op Cadel Evans. Officieus is dat, het verschil voor de rit was 37 seconden, zijn er nu 39. Leipheimer heeft wat seconden teruggepakt, een seconde of 5 genaderd op Valverde. En staat nu derde op 1.24. Ja. Valverde blijft eigenaar ook van de groene trui, terwijl we Di Gregorio zien aan de aankomst. Pierre Rolland wordt de nieuwe bergkoning. Montfort is 17e geworden tenslotte in de rituitslag. Dus nog eens op een rijtje zetten de top 10 van deze etappe. Chris Anker Seurissen winnaar met een minuut en 1 seconde voorsprong op Federico. Leipheimer derde op 1.09. Schmidt vierde op 1.14. Dat is ook de achterstand van Valverde vijfde. Evans zesde op 1.16. Hier ziet u dat in beeld. 1.17 wordt daar gezegd. Geesink achtste op 1.26. Matteo Carrara negende op 2.11. Navarro tiende op 2.13. En dan verder Dessel op 11. Beltran op 12. Rogers op 13. Garate op 2.24. 14e. Dat is ook de achterstand van Astarloza, 15e. Cazar binnen op 2.47 als 16e. Montfort vinden we dus als eerste Belg op 17. Poriol is 18e geworden.
in het groepje met Monfort. Samuel Sanchez 19e en Di Gregorio, de man die zo net over de streep zag komen, vervolledigt de top 20 op 3.36. Hier komt Popovic. Het is een etappe geweest die, vind ik, veel meer gegeven heeft dan we er mochten van verwachten. Alleen, de verschillen vallen wat tegen op het einde. Geen echte grote verschuivingen. Het wordt moeilijk om Valverde uit die gele trui te fietsen, zeker gezien het feit dat we morgen geen aankomstberg op hebben. Ja, en de favorieten zijn toch een beetje aan elkaar gewaagd. Ze hebben zeker geprobeerd elkaar te bestoken, maar dan aan de finish was het verschil toch heel erg klein eigenlijk. En morgen een kortere etappe van 125 kilometer met een paar stevige bergen in, maar geen finishberg op. Maar niettemin, morgen weer al 2000 hoogtemeters te overwinnen in zo'n korte etappe, dat wil toch ook alweer wat zeggen. Dus het slot van deze Dauphiné was heel erg zwaar eigenlijk. Hier nog eens de winst van Chris Anckarsleurissen met een zegengebaar voor de geschiedenisboeken. Kijk, iets voor de visfanaten onder u, voor de kooi-liefhebbers, al mag je dit niet echt vangen, geloof ik. Hè? Zo'n kooi is nogal duur om lijntje naar uit te werpen. Ja. Dat wordt een dure bedoeling dan. Toch een apart zegengebaar. Chris Anckarsleurissen met zijn eerste profzegen van betekenis. Kijk, die grote vis is binnen. Ja, dan moest hij oppassen, hè. Bijna nog gevallen daar. Net voorbij de streep. Nog een beetje bijtrainen om dat te perfectioneren. Federico, dan tweede. Ik geef u de rest van de top 10. Hier ziet u de top 10. Geesink, vierde op 2.47. Schuift op omdat Trofimov daar weggevallen is. Zubeldia, zesde. Dessel, zesde. Zubeldia, vijfde. Dessel, zesde. Astarloza, zevende. Schmidt vinden we op 8. Maximo Fort zakt van 7 naar 9. Nu op 4.45. En Rogers rukt op naar de 10e plaats. Rogers, die 13e was voor de etappe, staat nu op 5.33. Monfort stond voor de rit op 3.12, nu op 4.45. Hij heeft nog altijd een mooie voorsprong op de nummer 10 in dat klassement.